In dit programma ga ik op onderzoek uit in de wereld van alternatieve gezondheidsleren, natuurlijke geneeswijzen en holistische leefstijlen om body, mind en soul gezond te houden. Zo ga ik in gesprek met beoefenaars en experts binnen het desbetreffende domein om hun ervaringen, visie en de vele mogelijkheden te ontdekken. Nou, naast mij zit Karien van Balen en zij heeft het boek Zielsoorzaken van ziekte vertaald en is bezig met haar volgende boek wat zich richt op chronische ziekten. Ik ben heel benieuwd wat Karen haar inzichten en kennis zijn geweest in haar pad. En ik ben benieuwd of we praktische tips kunnen krijgen vandaag, hoe we vandaag nog aan onze gezondheid kunnen werken. Karien gelooft dat niets in het lichaam zich zomaar manifesteert. Dit hangt af van de programmering, ofwel copingmechanismen en overtuigingen die we onbewust in ons hebben opgeslagen. Karen, welkom. Dank je. Ik ben heel blij dat je er bent. Ik vind dit een heel interessant onderwerp. En ja, ik merk ook dat in mijn ontdekkingsreis ik telkens weer naar de oorzaak word getrokken. Mm-hmm. En ik ben heel benieuwd, hoe is jouw pad geweest? Ja, mijn pad is eigenlijk al thuis begonnen. Mijn moeder was chronisch ziek, had diabetes en alle verwikkelingen. En mijn vader kreeg later darmkanker, dus ik heb mijn opleiding thuis al gehad. Want toen ik een jaar of 10 was, begon ik mijn insulinespuitjes aan mijn moeder te geven, omdat ze dat zelf niet meer zo goed zag. Mm. En ik wou echt iets met mensen doen en de pijn en het lijden in de wereld helpen verzachten. Dat was mijn intentie. Dus ik ben in de verpleging gegaan en daar heb ik 20 jaar in gewerkt. Bij chronisch zieken mensen en nadien op oncologie en nog een tijdje op de palliatieve zorg. En toen ben ik zelf gecrashed, intussen alweer 20 jaar geleden, 2004. En er is toen CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, vastgesteld en fibromyalgie. Nu, dat was niet op één dag dat dat zo gekomen is. Ik voelde dat wel aankomen en er was al van alles aan vooraf gegaan. Maar die ene dag in 2004, dat was echt het einde. Er kwam een collega die zag dat het met mij niet goed ging. En ik ben in tranen uitgebarsten en ja, nooit meer terug naar dat werk gegaan. En dat heeft mij op een heel ander pad gezet. Dat was een zoektocht, omdat er toen nog niet zoveel bestond over hoe je uit die chronische vermoeidheid kwam. Er zaten trouwens ook nog wel oordelen op. Van het zijn profiteurs, want aan de buitenkant zie je niks. Je vindt ook niks aan afwijkingen in bloed en zo. Dus dat heeft mij eigenlijk op dat ander pad gezet. En ik ben op mijn helingsreis, zeg maar, EFT tegengekomen. Emotional Freedom Techniques. Mm-hmm. En nadat ik al van alles anders had geprobeerd, daar voelde ik echt verbetering. Toen ik mijn trauma's ging aanpakken en de onbewuste, onderdrukte emoties kon gaan ventileren. Dat heeft mij echt erbovenop gebracht, zeg maar. Daarom dat ik zo'n fan ben van EFT en dat ik er nu zelf als therapeut mee werk. En onderweg ben ik ook het werk van dokter Hamer tegengekomen. En destijds was er nog niet zoveel bekend, zeker niet in het Nederlandstalig gebied. Er was ook niks Nederlandstalig rond te vinden. En ik kwam in een intervisiegroepje terecht. En daar was het boek van Björn Eibel in het Duits. En ik dacht, wauw, dit is zo'n begrijpelijk boek. Dat zou in het Nederlands moeten beschikbaar zijn. En ik heb eerst ben ik op zoek gegaan naar iemand die het zou kunnen vertalen. Maar ik vond niet direct iemand die ook in de materie thuis was. Dus ik ben er maar zelf aan begonnen. Hoewel ik helemaal niet zo geweldig goed in Duits ben. Maar met Google Translate en achteraf ook een paar mensen die mij geholpen hebben met het redigeren, heb ik dat boek vertaald en is inmiddels enorm verspreid geraakt. Dus ik ben heel blij. Want wat Hamer heeft ontdekt, dat zijn volgens mij de werkelijke oorzaken van ziekte. Ja, super interessant. Ik heb hem zelf ook, hoor. En daarvan ken ik jouw naam ook. En zo ben ik jou gaan opzoeken. Ja, we hebben even een korte online duiding gehad vorig jaar, hè? Ja. Vanuit die biologische wetten. Ja, dat klopt. Want jij bent toen in gesprek gegaan met mij. En daar heb ik eigenlijk heel veel baat bij gehad.
Maar daar gaan we het later nog wel over hebben. Ja. Want ik ben eigenlijk ook al heel benieuwd, die 5 biologische wetten. Hoe ben jij daarbij terechtgekomen en hoe heeft dat jou weer geholpen? Ja, ik had er in mijn EFT-opleiding iets van gehoord. Maar zo wat flartjes. Maar het had mijn nieuwsgierigheid wel geprikkeld. En vragen, en het wordt gegeven. Hè. De mensen komen dan op je pad. En wat ik vooral zo geweldig vind, is eigenlijk de overkoepelende wet. Hij heeft zijn bevindingen in 5 wetten gegoten, zeg maar. Ik ga ze vandaag niet alle 5 belichten. Maar ik ga beginnen met de laatste. Dat is eigenlijk een overkoepelende wet die zegt, alle ziektes zijn in wezen biologische overlevingsprogramma's waar wij door moeder natuur, doorheen de evolutie, mee uitgerust zijn en die geactiveerd worden op het moment dat wij een bedreiging ervaren. Dus er is niks dat fout loopt in het lichaam wanneer we ziek zijn. Er lopen 1 of meerdere biologische overlevingsprogramma's. Dat is wat er aan de hand is. En dat is een hemelsbreed verschil met wat we in de gangbare geneeskunde geleerd hebben. Wanneer we ziek zijn, loopt er iets fout in het lichaam. Dat is eigenlijk de basisaanname. Mm-hmm. En als je gaat kijken, zijn er heel veel aannames, veronderstellingen, die het referentiekader vormen, die allemaal eigenlijk gebaseerd zijn op angst. Dat er iets definitief stuk zou zijn in het lichaam bij chronische klachten. Dat je daar nooit meer vanaf kan geraken. Dat zijn allemaal beperkende overtuigingen. En wat we geloven, dat wordt onze realiteit. Hè? Dus wat Hamer heeft aangetoond, is dat er niks fout loopt in het lichaam. Maar dat er biologische overlevingsprogramma's actief zijn. En als we het thema kennen, kunnen we het gaan oplossen. Dat is het mooie nieuws. Dus er is veel meer heling mogelijk dan wat wij gangbaar voor waar hebben aangenomen. Ja, alleen en die is natuurlijk al enorm verhelderend. En ik denk voor velen ook wel nog een brug te ver. Dat überhaupt tot de opties behoort. Er zijn steeds meer mensen die dit werk vinden. Zeker na COVID. Heel veel mensen zijn gaan zoeken, want ja, er waren zoveel tegenstrijdige berichtgevingen natuurlijk. Ik moet zeggen dat het werk van Hamer tijdens en na corona echt explosief bekend is geworden. Ja. Dus mensen zijn echt wel op zoek, staan er voor open, dat er een connectie is tussen geest en lichaam. Want onze oude geneeskunde beschouwt alleen maar het lichaam en concludeert dan dat er iets fout loopt. Maar de spirituele dimensie wordt totaal niet in beschouwing genomen. Terwijl daar begint het. Ja. Alle ziekte begint eigenlijk in de geest en het lichaam toont het. En alle ziekte kan maar opgelost worden in de geest. En dan gaat het lichaam volgen. Dus eigenlijk alles begint in je hoofd. Qua gedachten, qua overtuigingen. Is dat dan eigenlijk ook het begin van alle ongemakken in je lichaam? Wel, wat Hamer beschrijft is eigenlijk, elke ziekte begint met een schokkende ervaring. Dus je maakt iets mee waarbij je die schrikreactie hebt. Dat activeert het biologisch programma. Mm-hmm. Welk programma er juist geactiveerd wordt, dat hangt eigenlijk al af van wat er in je onderbewuste al geprogrammeerd is. Dus dat kan je niet op voorhand zeggen. Iemand die bijvoorbeeld een scheiding meemaakt, die kan een scheidingsconflict hebben en vol uitslag komen te staan, eczeem krijgen of psoriasis. Maar evengoed zouden de nieren kunnen betrokken zijn en dat je meer vocht gaat vasthouden. Of je zou een scheidingsconflict in de borst kunnen gaan zien, wat regulier dan een borstkanker wordt genoemd. Dus welk programma er geactiveerd wordt, hangt eigenlijk al heel erg af van wat er in je onderbewuste leeft, zeg maar. Nu, wat Hamer vooral beschreven heeft, is het programmaverloop. Mm-hmm. Hij heeft zich minder gericht op wat leeft er onbewust. En dat is mijn focus geworden, omdat ik heb gezien dat wat de schok aantrekt, er leeft onbewust al een stressvol verhaal of negatieve overtuigingen die de schok aantrekken. En dat is belangrijk om dat te gaan veranderen. Want
ja, we zijn allemaal geprogrammeerd met negatieve overtuigingen over van alles en nog wat. En dat is belangrijk dat we dat gaan veranderen. Ja, want dokter Hamer die heeft het heel erg op de biologie gericht. Ja, klopt. Dus wat ook aantoonbaar is. En jij hebt jij hebt het weer meegenomen uit jouw ervaringen natuurlijk. Wat jij voorbij hebt zien komen. Ja, ja. Inderdaad, Hamer, zijn perspectief is biologisch. En zijn verdienste is dat hij de hersenen helemaal in kaart heeft gebracht welk conflict waar zit. Dat is echt een enorme verdienste. En vooral dat er dus niks fout loopt in het lichaam. Maar dat er een biologisch overlevingsprogramma opgestart wordt dat niet de intentie heeft om ons de duvel aan te doen, maar juist om ons een extra kans te geven in onze biologische overleving. Ja. En dat is een wezenlijk verschil met het oude paradigma in de, ik noem het ondertussen de oude geneeskunde, is nog wel de meest gangbare. Maar ik zie heel snel nu veel verandering in het bewustzijn en dat die mind-body-connectie teruggelegd wordt. En dat is wat Hamer aangetoond heeft. Wat in de psyche gebeurt, wordt zichtbaar in de hersenen en in het orgaan dat aangestuurd wordt door dat bepaald gebied in de hersenen. Maar als je dan je gaat richten op de trigger, is het dan ook mogelijk om alle ziektes te voorkomen? Lijkt me sterk, want ja, we leven en we komen van alles tegen. Ja. Maar is het dan mogelijk om alle ziektes op te lossen? Theoretisch wel. Want het zijn allemaal biologische overlevingsprogramma's die lopen. En ze blijven actief omdat onze stressvolle verhalen niet veranderen. En het is ook een hele sterke overtuiging in het oude paradigma dat ziekte overkomt ons. Het is iets van buitenaf dat ons overvalt. Maar het begint eigenlijk allemaal binnenin. En vaak zijn we niet bewust van onze stressvolle overtuigingen. Of dat ze stressvol zijn, want het is gewoon een feit. Hè? We worden toch ziek door micro-organismen. Dat was bijvoorbeeld een heel sterke overtuiging. Waar ik nog in mijn scholing heel erg mee te maken kreeg. Ontstekingsreacties worden veroorzaakt door bacteriën. En virussen. Hè? Hamer heeft aangetoond dat micro-organismen wel degelijk bestaan, maar dat dat niet de aanstokers zijn van de ziekte, maar dat ze wel terug te vinden zijn in de genezingsfase. Dus het zet onze gangbare overtuigingen totaal op zijn kop. Wauw, ja. En ook als het dan geen externe... in hoeverre is voeding of kruidengeneeskunde, of hoeverre is dat dan een oplossing voor lichamelijke klachten? Wel, in mijn idee is het is een heel sterke overtuiging. Om te genezen hebben we iets van buitenaf nodig. Mm-hmm. Regulier met medicatie of een ingreep. Alternatief gaan we met andere middelen proberen iets te corrigeren in het lichaam. Het is nog altijd iets van buitenaf dat we nodig zouden hebben om te helen. In mijn idee is dat niet nodig als we het conflict echt aan de basis gaan oplossen. En de basis is eigenlijk altijd een stressvolle overtuiging. Ik ga een voorbeeldje geven van een dame om het duidelijker te maken. Het was een dame die al van haar 17 jaar reuma in haar handen had. En toen ze bij mij kwam, was ze ongeveer 60. En ze had dus heel haar leven al op en af ontstekingen. En je zag duidelijk de vervormingen, de knobbels. Hè. Mm-hmm. En als ik vroeg, want dat is altijd een hele belangrijke vraag, wanneer is dat symptoom begonnen? En wat was er gaande in je levensomstandigheden? Soms weten mensen het niet meer echt goed, maar deze dame wist het nog heel goed. Die zei, ik was 17, ik had een vriendje. En die zei op een gegeven moment, je hebt precies al wijvenhanden. Boom, dat was de inslag, dat is de schok. Mm-hmm. Dat is de eerste wet. Alle ziekten worden veroorzaakt door een schokkende ervaring. Uiteraard, die uitspraak, dat was een schok. En een week of drie na dat voorval kreeg ze haar eerste ontsteking in haar handen. Dat was de oplossing. Dus op het moment van de schok wordt er een biologisch overlevingsprogramma opgestart. In dit geval een eigenwaardeconflict. In de stressfase merk je niks.
Maar bij die eigenwaardeconflicten heb je een afbraak van weefsel. Dus eigenlijk wordt het bot poreuzer, gaat ontkalken. Maar dat voel je niet. Dus artrose is eigenlijk een pijnloos gebeuren. Het is maar wanneer het in oplossing gaat, dan kom je in de genezingsfase, dan krijgen we de symptomen. Dan krijg je de ziekte, zeg maar. Mm-hmm. Dus, maar wat wij dan geleerd hebben in de genezingsfase, gaan we die ontsteking proberen te onderdrukken met ontstekingsremmers. En zo komen we in een hangend conflict waar mensen niet uitkomen. Omdat we juist de symptoomonderdrukking draagt eigenlijk bij tot het ontstaan van chronische klachten. Omdat de kern nooit is opgelost. Nu, wanneer we dieper gingen graven, zei ze, ja, maar eigenlijk had ik al een negatieve overtuiging over mijn handen. Ik had al een overtuiging, ik heb lelijke handen. Dus ze trekt dan iemand aan in de buitenwereld, ik zeg altijd, die op die pijnknop gaat duwen, die je nog niet zo bewust was. Ja. Eigenlijk zijn de mensen buiten jou, met hun oordelen, jouw oordelen die terugkomen van buitenaf. Zo lijkt het dan, hè. En zijn die oordelen in dit leven begonnen, bijvoorbeeld al in de kindertijd? Of kan dat ook iets al zijn wat bij de ouders heeft gespeeld? Dat kan, maar volgens mij hoefde nooit zo ver te gaan. Dus ik kom soms wel eens herinneringen tegen die blijkbaar niet in dit leven gebeurd zijn. Maar dan behandel ik ze gewoon als een herinnering uit een eerdere tijd. Maakt niet uit. Maar ik ga er niet naar op zoek. Want alles gebeurt hier en nu. Dat is mijn idee. En de overtuiging, zolang ze niet veranderd is, gaat het biologisch programma blijven lopen. Want je hebt in dit geval het eigenwaardeconflict. Dus wat er ook belangrijk is, is om het stressvol verhaal te gaan veranderen. En deze dame had zelfs zoiets van, goh, het zijn mijn unieke handen, ik kan er nog altijd mee werken. En ze heeft dat op die manier kunnen omkeren en nadien heeft ze dus geen ontstekingen meer gehad. Wauw, ja. Dus de kern is eigenlijk altijd een stressvol verhaal waar we ons nog niet zo bewust van zijn. En de schok is eigenlijk een gelegenheid om je bewust te worden van je eigen innerlijke negatieve zelftalk. Ja, maar die schok is ook heel persoonlijk, want voor iemand anders die die opmerking had gekregen, was dat misschien niet geuit in zo'n bepaalde klacht. Zo, inderdaad. Wat ik daar juist al zei, je kan nooit op voorhand voorspellen. Twee mensen hebben bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom, maar er zit altijd een heel eigen individueel verhaal onder. En daarom is het ook belangrijk om het individueel verhaal van mensen te horen. Want als mensen hun verhaal vertellen, ze vertellen al hun negatieve overtuigingen. Maar het is belangrijk, en daarom geloof ik ook niet in zo van die algemene online pakketten. Het individuele verhaal moet echt aangepakt worden. Ja. En dat is wat Hamer ook zegt. Dat zijn de karakteristieken van een schok. De schok is onverwacht. Je hebt het niet zien aankomen. Dramatisch. Het heeft een zekere lading die je op dat moment niet kan hanteren. En je blijft er geïsoleerd mee zitten. Je kunt er niet over spreken. Dus het blijft van binnen malen, zeg maar. Ja. En zal het misschien ook nog uitmaken of je man of vrouw bent? Of heeft de hormoonhuishouding daar nog iets mee te maken? Wel, de hormoonhuishouding is een effect van onze emotionele staat van zijn. Hmm. Ja. Dus als mensen zeggen, ja, maar ik heb dit of dat omdat mijn hormonen niet goed werken, is het altijd terug te herleiden naar was iemands emotionele staat. En volgens mij, daaronder ligt wel altijd een stressvol verhaal. Wat meestal niet zo bewust is, nog niet. Dus het is niet alleen de fysieke klachten die je daarvan krijgt, dus ook mentale klachten die voortkomen uit, die zijn ook ergens begonnen. Ja, werkt dat op dezelfde manier? Ja, alle psychische klachten, zoals angststoornissen of depressie of autisme, noem maar op, heeft allemaal te maken met trauma's. En dat is ook wat Hamer heeft aangetoond. Dit is niet in dit boek zo uitgewerkt. Er staat achteraan wel iets over in. Maar psychische afwijkingen zijn eigenlijk veroorzaakt door combinaties van trauma's in de hersenen. Dus
uiteindelijk is alles terug te brengen, alle ziekte, of het zich nu fysiek uit of meer mentaal, altijd veroorzaakt door traumatische ervaringen. En heb jij daar ook een voorbeeld van, wat jij afgelopen jaren voorbij hebt horen komen? Mijn insteek is meestal fysieke klachten. Maar er komen ook mensen met angststoornissen bijvoorbeeld. Nee? Vaak waren mensen in de voelden ze zich in de kindertijd al niet veilig. En zijn daar trauma's ontstaan. En zit daar de overtuiging onder van de wereld is niet veilig, ik ben niet veilig. Als inderdaad er te weinig bescherming was of te weinig houvasten, dan ontstaan zulke klachten. Maar die zijn op dezelfde manier, ik behandel ze dan met de EFT, te behandelen dan fysieke klachten. Ja. En jij bent nu ook bezig met jouw nieuwe boek. En jij vindt het interessant om het vooral op chronische klachten te richten. Hoe kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was natuurlijk mijn eigen pad ook, hè. Ik wou van mijn klachten uiteraard en de pijn vanaf. En dat is een zoektocht geweest. En ik denk dat ik nu een basispakket heb kunnen samenstellen waarbij dat je veel sneller de pijn kunt oplossen. Er is trouwens ook heel wat onderzoek naar. Er is niks dat vaststaat. Bijvoorbeeld rond genen. Mm-hmm. Erfelijkheid en zo. Wat we erven zijn de patronen die we hebben zien voorleven door onze ouders, door de cultuur waarin we leven. Dat is volgens mij erfelijkheid. Hamer verklaart alle ziekten door schokkende ervaringen. Maar ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Bruce Lipton. Ja. Dat is een celbioloog. Mm-hmm. Heeft jaren geleden, begin 2000, een boek gepubliceerd, De Biologie van de Overtuiging. En hij heeft gezien dat dus onze genen niet iets is dat vaststaat. Maar dat genen aan- en uitgezet kunnen worden. En wat beïnvloedt de genen? Onze gedachten en onze emoties. Komen we daar weer bij terug? Ja, dus je ziet langs alle kanten eigenlijk hoe belangrijk onze gedachtenwereld is. Maar vaak zijn we ons niet bewust van onze stressvolle gedachten. Omdat het zo als de waarheid, als een feit voelt. Ja. Ja. Maar we waren over mijn boek. Ja, ik was ook nog benieuwd naar jouw boek inderdaad. Want je hebt ook een titel aangenomen. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, de titel is Voorbij chronische pijn en andere onbegrepen klachten. Mm-hmm. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Voorbij, je kan er voorbij groeien. Mm-hmm. Maar het is wel een groeiproces. Dat is in mijn optiek zo. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat heel veel mensen vastzitten in chronische pijn. En gaan geloven zijn dat ze er niet meer vanaf kunnen geraken. Dat op zich is een beperkende overtuiging. Als je dat gelooft, dan wordt dat ook je realiteit. Dus wat ik met dat boek wil bereiken, is dat er wel een uitweg is uit chronische pijn of klachten. Zoals allergieën bijvoorbeeld of... Vaak krijgen mensen een diagnose en die diagnose zet hen ook weer vast. Hamer noemt dat diagnose of prognoseschokken. Iemand krijgt bijvoorbeeld een diagnose van MS. Ja, en alle denkbeelden die we daar dan bij hebben van dat gaat alleen maar achteruit en straks kom je in een rolstoel terecht. Als je dat gelooft, dan wordt dat inderdaad ook je realiteit, hè. We hebben natuurlijk ook het Joe Dispenza voorbeeld. Hij was overtuigd dat hij weer zou kunnen gaan lopen na zijn ongeluk. Ja. En hij liep na weliswaar een heleboel inzet, en zowel mentaal als fysiek, liep hij het ziekenhuis uit. Ja. Terwijl geen enkele arts dat ooit had kunnen voorspellen. Mm-hmm. En dat is het tragische eigenlijk in de oude geneeskunde, dat er zoveel overtuigingen zijn die alleen maar gebaseerd zijn op angst. Dus het is vooral belangrijk om uit de angst te komen en de pijn bijvoorbeeld niet meer als een bedreiging te zien. Want pijn wordt vaak van binnenuit als er is iets mis met mijn lichaam geïnterpreteerd. Daar zit vaak veel angst op. En dat is de eerste stap om de pijn niet meer als een vijand te gaan zien of als een bedreiging, maar als een bondgenoot die jou iets belangrijk komt vertellen. Wat doet er nog pijn in je leven op dit moment? Of wat was het meest pijnlijke dat je ooit hebt meegemaakt? Ik zie in mijn eigen praktijk heel veel mensen met onverwerkte rouwprocessen.
scheidingen, dood van een geliefde, mm-hmm. verhuizingen, verlies van een job, al die dingen. Er is geen cultuur in om te rouwen, hè, in onze cultuur. Dus vaak blijft het allemaal binnenin zitten en dissociëren we dat. En het is een beetje als een bal onder water houden. Ja, dat vraagt veel energie, hè. En chronische vermoeidheid, uitputtingssyndromen, heeft vaak te maken met veel onderdrukte trauma's. Trauma's die nooit geprocessed geweest zijn. Maar dat gaat waarschijnlijk ook niet over één trauma. Nee. En is dat dan ook bij andere klachten, dat je het vaak moet ontleden omdat er, als er een gevoeligheid is, daar dan ook weer telkens het trauma op komt te zitten? Ik vertrek meestal van het hier en nu. Mm-hmm. Ik vraag meestal, wie irriteert jou op dit moment het meest? Wie zou de liefst uit je leven knippen? Ja, ja, ja. En daar zit heel veel informatie in dat teruggaat naar vroeger. En soms is het ook goed om een trauma uit de kindertijd te gaan ontladen. Maar ik probeer zoveel mogelijk in het hier en nu te kijken. Want daar zit een schat aan informatie en heling gebeurt in het nu. Hè? Ja. Ja, dus je hoeft eigenlijk ook nooit terug te gaan graven in het verleden, omdat wat nodig is geheeld te worden, dient zich nu aan. Ja, door de juiste vragen te stellen, komen die dingen die opgelost willen worden, komen wel naar boven. Verschilt dat ook weer per persoon of voel jij dat aan, wat jij dan de vragen die jij stelt, of heb jij een aantal vragen die jij standaard stelt? Ik heb een aantal standaard vragen, bijvoorbeeld ja, welk symptoom heb je? Mm-hmm. Want dat gaat al iets over het thema zeggen. Dat is de verdienste van Hamer, dat hij de ziektes zeg maar in een paar grote groepen heeft onderverdeeld. En als iemand bijvoorbeeld komt met, ja, ik heb chronische oogontstekingen, dat gaat op en af, en dan weet ik, oké, dat is een visueel scheidingsconflict. Wat is er in die sfeer gebeurd? Hè, bijvoorbeeld, ik heb eens een dame gehad, die had al een jaar of drie chronische oogontstekingen aan de moeder-kindzijde. Dat zegt ook iets linker- of rechterzijde. Als je rechtshandig bent, dan is je rechter lichaamshelft de partnerzijde en de andere kant is de moeder-kindzijde. Dus waar een symptoom zich ook voordoet in het lichaam, kan ik ook al gaan bevragen, heeft dat te maken met je moeder, met je kind of met de partner. Het zijn dan alle sociale partners. Het hoeft niet per se je intieme partner te zijn. Dus dat geeft ook allemaal informatie. En deze dame had dus al 3 jaar terugkerende oogontstekingen en was enorm bang dat ze blind ging worden uit dat oog. Dat ze niet meer ging kunnen zien uit dat oog. Er zat een enorme angst op. Dat is belangrijk om eerst dat te kalmeren. Want als je in hoge staat van alertheid blijft, een lichaam kan maar genezen in ontspanning. Dus, en dat is vaak het probleem met chronische klachten, dat mensen zoveel angst rond het symptoom hebben, dat verhindert dat het trauma zich maar helemaal kan afgerond worden. Ja. En wat was er nu gebeurd? Ze had een neefje waar ze meter over was. Die was blijven slapen. En ze gingen naar beneden, stonden bovenaan de trap. En dat kind is van de trap gevallen met zijn hoofd, boem, op de stenen vloer. En zij stond boven en ze kon niks doen. Hm. En ze voelde zich enorm schuldig. Maar dit was het visueel scheidingsconflict. Dit had ik niet willen zien. Daar heb ik een conflict mee. Daar had ze van gescheiden willen worden, van dat ze aanzien. Ja, Hamer noemt het een visueel scheidingsconflict. Hè, maar het is een visueel conflict, zou je kunnen zeggen. Dus er is altijd iets gebeurd wat jou gaat helpen. Als je daar specifiek naar vraagt om het thema te weten. En uiteraard die val en wat ze er allemaal bij gevoeld heeft, dat dient ontladen te worden. Om de angel uit het biologisch programma te trekken. Ja, want als je die angel er niet uithaalt, hoe kan het dan, dat is misschien gebeurd toen ze een jaar of 5, 8 was, maar waarom kun je daar op je 34ste dan bijvoorbeeld een last van hebben? Ja, een voorbeeld daarvan is, ik heb momenteel een man van 65 in behandeling, omdat hij altijd weer hetzelfde meemaakt met vrouwen,
ineens we verbreken die relatie en zijn ze weg. Wat is er gebeurd? Toen hij 12 maanden of zo, een jaar oud was, is zijn moeder plots gestorven. Dat trauma is nooit ontladen, nooit geklaard. En je ziet dat trauma's dus blijven terugkomen, want trauma's willen opgelost worden. Totdat je ernaar gaat kijken, ja. Inderdaad. Want hij had ook een heleboel overtuigingen ondertussen over vrouwen, dat ze niet te vertrouwen zijn, dat ze zomaar kunnen verdwijnen. Allemaal, ja, dus dan is het wel belangrijk om dat kindertrauma te gaan helen. Ja, wat bijzonder zeg. Ja, dus als we steeds weer dezelfde dingen, chronisch, tegenkomen, daar is ergens iets ontstaan uiteraard. En daar zijn ook allemaal negatieve overtuigingen uit ontstaan. Ja. En die blijven je werkelijkheid scheppen. Ja, mooi zeg. Ja, we zijn vast nog een hoop vergeten in de basis. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar nog meer voorbeelden. En misschien kunnen we wel iets behandelen alvast. Ja? Ik wil wel proefpersoon zijn. Want ja, ik denk dat er niemand is zonder klachten. Zo ook ik niet. Zullen we daarvoor naar binnen gaan? Want ik vind het een prima idee. Ja, okay. Als ervaringsdeskundige heeft zij tal van mensen geholpen. Waaronder mij. Met de chronische verkoudheid die ik ervaarde, om hier onbewuste overtuigingen inzichtelijk te maken, zodat ik deze los kon laten. Maar Karin, er wordt natuurlijk ook veel aandacht gericht op wetenschappelijke onderzoeken. Hoe kun je dit verklaren door wat wetenschappelijker termen? Ja. Wel, dokter Hamer heeft alles wetenschappelijk onderzocht. Mm-hmm. En omdat hij zelf geconfronteerd werd met de dood van zijn zoon. En een aantal maanden later stelde hij bij zichzelf teelbalkanker vast. En hij legde het verband tussen het sterven van zijn zoon en de aandoening die hij dan had. Had hij het lumineuze idee van, zou er ook iets in de hersenen te zien zijn als we zo'n stressvolle ervaring hebben? En dat bleek dus te zijn. Ik ga hier even een hersenscan laten zien. Zie je dat zo? Mm-hmm. En ik weet niet of je hier die set concentrische ringen ziet. Ja, ik zie hem dus, heel goed. Hè? Ja, hij is heel duidelijk. Deze is ook heel duidelijk. Meestal zijn ze niet zo duidelijk. Daarom dat ze ook niet herkend worden in de reguliere geneeskunde. Wat je niet kent, herken je niet. Hè? Nee. En die dingen worden dan als artefacten van het toestel omschreven. Fouten van toestel. Dus die worden niet in beschouwing genomen. Kan zoiets ook als een hersentumor of iets, een aandoening in de hersenen worden gezien? Dat kan. In de genezingsfase gaat hij trouwens herstellen met gliaweefsel, met bindweefsel. En dan gaat hij wit zien. En als je dan de pech hebt om onder de CT-scan te zitten, dan wordt dat gediagnosticeerd als een hersentumor. Zo. Terwijl het eigenlijk een afgerond trauma is. En niks met de hersenen per se te maken heeft. Want het zijn vaak aanpassingen in het lichaam. Ja, maar hier gebeurt wel de aansturing. Dus dat deel van de hersenen stuurt een bepaald orgaan of een deel van een orgaan aan. Mm-hmm. En als die ringen daar te zien zijn, wil dat zeggen dat daar een biologisch programma actief is. Hm. Je kunt het ook zien, want Hamer heeft dus heel erg de samenhang tussen de psyche, de hersenen en het orgaan gemaakt. Mm-hmm. Hier heb ik een foto van, sorry, van eczeemhanden. En als je gaat intunen, zie je daar ook die concentrische ringen terug. Is dat altijd bij eczeemvorming? Ja, als je dus met een vergrootglas zou gaan kijken, ga je die ringen terugvinden. Wauw. Zie je dat ook in de organen weer terug? Ja, ja. Ja. Daar heb ik nu... En wat zou bijvoorbeeld een aanleiding zijn van dit soort eczeem op de handen? Is dit psoriasis? Ja, hoe je het ook benoemt, alles wat te maken heeft met de opperhuid, Hamer noemt dat een scheidingsconflict. En scheidingsconflict heeft te maken met dingen in de sfeer van niet willen verbonden zijn of net wel verbonden willen zijn. Deze dame in kwestie, komt uit een van zijn boeken, deed huishoudelijk werk, zat dus heel vaak met haar handen in het water. En eigenlijk had ze een hele grote hekel aan dat werk. Haar handen laten dat zien. Hè? Maar is zij hier dan in genezing? Ja.
Wanneer we de symptomen zien, dan is het conflict in genezing. Nu, de genezing zelf is pijnlijk. Hè? De ontstekingsreactie, zeker bij eczeem, branderig gevoel. Het symptoom zelf kan dan opnieuw een conflict vormen. Dus het is heel belangrijk om te beseffen dat je in genezing bent. Maar als het blijft hangen, kijk, als die dame dat werk verder blijft doen, die gaat nooit gelukkig zijn. En als ze bijvoorbeeld de ene week wel en de andere week niet, dan krijg je dus weer in sprongen terug. Ja, ik ga even ook... Dat brengt jou weer op het volgende. De tweede wet. Hè? Dus dit is de eerste wet. Dat alle ziekten worden veroorzaakt door een schokkende ervaring die we terugvinden in de hersenen. Mm-hmm. Als die set concentrische ringen die we juist getoond hebben. En het is ook terug te vinden in het orgaan. Dat is wet nummer 1. Wet nummer 2 is dat alle ziekten in twee fasen verlopen. Je hebt twee kleuren. Al die programma's zijn gestoeld op het autonome zenuwstelsel. Ik weet niet of je daar ooit iets van gehoord hebt. Je hebt de sympathicus en de parasympathicus. Ja. De sympathicus is de zenuw die zorgt, als we een schok ervaren, dat die stressreactie onmiddellijk wordt aangezet. En dan ga je in voortdurende stress. Dat is de stressfase waar je meestal geen symptomen hebt. Bij de meeste programma's. Er zijn een aantal uitzonderingen. Maar laat ons zeggen, in 80-90% van de gevallen ga je hier niks voelen. Wel mentaal, dat je bent met je conflict bezig. Je bent aan het piekeren, je bent aan het malen. 'S nachts kun je niet goed slapen. Je wordt om 3 uur wakker, je kunt niet meer terugslapen. Dat zegt allemaal dat je in een stressfase zit. Wanneer het conflict is opgelost, en kijk biologisch gezien, wanneer je uit de stressfase uit bent, ga je biologisch gezien al in genezing. Ook al is het thema misschien nog niet opgelost. He, bijvoorbeeld als je op reis gaat, je ziet heel veel mensen die de eerste dagen van de vakantie ziek zijn. Omdat ze uit stress zijn, gaan ze in oplossing. Of in het weekend ziek worden. He. Dus... Maar ik daar juist al in ons gesprekje, bijvoorbeeld iemand met migraine. Dat zijn zo van die dingen die blijven hangen, die chronisch zijn vaak. Dat is een onmachtsconflict. Hm. Ik zit in een situatie en ik voel mij aan handen voeten gebonden. Of een conflict van ik zie veel te veel op mij afkomen. Ik kan het allemaal niet behappen. Ik kan het niet processen. Dus in de stressfase, bijvoorbeeld iemand heeft een werkgever die te veel werk geeft en iemand kan niet nee zeggen. Vanuit allerlei overlevingsprogrammaties. In de week is ze conflict actief, zit ze in de stress. En in het weekend, als ze niet naar haar werk moet, wordt ze ziek. Hier in het lichaam, zowel in de hersenen, op die plaats waar je die concentrische ringen vindt, wordt er vocht naartoe getrokken als in het orgaan. Dus je krijgt een zwelling en een ontstekingsreactie. Afhankelijk van die vochtopstapeling, van dat oedeem, zoals ze dat noemen, het lichaam pompt dat op en dan op een gegeven moment krijg je een uitpersing van dat vocht. Dat is de crisis. Dat is het moment van de heftigste symptomen. Dus bij migraine is dat dan de heftigste hoofdpijn. Dat heeft zijn bepaalde duur en als dat voorbij is, dan wordt het trauma normaal gezien afgerond en is het afgelopen. Maar natuurlijk, als die vrouw 's maandags weer naar haar werkgever gaat en zich onmachtig voelt of te veel op zich ziet afkomen, blijft ze in dat conflict hangen. En zo krijg je... Dat zijn eigenlijk chronische klachten. Hm. Dus je blijft de hele tijd rondgaan in die cirkel? Ja. Het kan ook zijn dat iemand... Want er staat hier de tweede wet. Twee fasen. Van Hamer noemt die biologische overlevingsprogramma's een ZBS of een zinvol biologisch speciaal programma. Mm-hmm. Heel veel dingen geraken niet eens opgelost. We dissociëren dat. En dan blijven we eigenlijk in de stressfase hangen. Natuurlijk, die acute stress is niet meer zo hoog. Maar het conflict is nooit opgelost. Je blijft in die stressfase hangen. En hoe meer trauma's dat je onderdrukt hebt, gedissocieerd hebt, niet meer weet, dat je ze in je kelder gestopt hebt, zeg ik altijd, dat
is oorzaak van burn-out en chronische vermoeidheid. Want hoe meer dat je natuurlijk niet oplost... Ik zeg al, die ballen onder water houden vraagt veel energie. En die chronische pijn zegt iets van emotionele pijn. Je krijgt een samentrekking van spieren... waardoor spieren minder bloedvoorziening krijgen. En er is een andere dokter, dokter Sarno, die daar veel onderzoek naar gedaan heeft. Die verklaart dat als chronische pijn. Dus je kan ook pijn hier in de stressfase hebben. Maar hoe stel dat dit jaren duurt, dan is die genezingscrisis moet heel heftig zijn. Kun je daar ook nog iets in begeleiden? Of hoe kun je genezen van iets? Alleen door het te weten of kun je het ook nog... Nee. Soms kan inzicht voldoende zijn als het enkelvoudig is, als het niet te complex is. Mm-hmm. Maar meestal zijn er echt heftige dingen gebeurd, zoals ik daar straks zei met die man die zijn moeder op zijn 1 jaar verloren is. Hè? Dat trauma gaan we wel oplossen. Wat heeft die baby allemaal gevoeld? Daar komt dan EFT, de techniek in toepassing. Daar is weten alleen niet genoeg. Nee, want dat is in het onderbewustzijn natuurlijk. Zijn moeder komt daarmee niet terug. Dus hij blijft dat gemis voelen en die... Ja, ja, dat kind heeft dat gemis gevoeld en dat is gedissocieerd. Dat is nooit tot een oplossing gekomen. Dus en later zie je dat hij dezelfde dingen gaat aantrekken in een andere variatie. Maar het thema is hetzelfde. Ja. Vrouwen verdwijnen alleen ineens uit mijn leven. Hè? Hm. Dus hoe los je het op? 1, bewustwording, inzicht is heel belangrijk. En dat krijg ik vaak te horen. Ja, nu ken ik die wetten wel van Hamer. En ik begrijp hoe dat in elkaar zit. Ik begrijp wat mijn conflict is. Maar hoe los ik het op? En Hamer heeft echt baanbrekend werk gedaan. Maar bij chronische klachten is er vaak meer helingswerk nodig. Om het alleen te weten. Ja, kan ik me voorstellen. Trauma's kunnen alleen maar in dat lichaam opgelost worden. Ja, terwijl het eigenlijk in mind alleen maar... Of in ieder geval... Het is een combinatie van de mind, overtuigingen... maar ook de onderdrukte emoties moeten kunnen op een of andere manier losgelaten worden. Ja. En daar zijn verschillende technieken toe, maar ja, ik vind EFT een hele handige, praktische techniek. Ja, precies. Maar zullen we er nog eentje bij pakken? Bijvoorbeeld, wat is nog meer een bekende... veel voorkomende chronische klacht. Niet te heftig, maar bijvoorbeeld de kalknagel. Mm-hmm. Daar hebben enorm veel mensen last van. Ja. Is daar gebeurd? Of wat kan er gebeurd zijn? Ja, er kunnen ook verschillende dingen gebeurd zijn. De nagels zitten bij de onderhuid. En het thema dat daarbij hoort is een bezoedelingsconflict. Een bezoedeling. Het was niet mooi of niet fris of niet... Ik ga een voorbeeldje geven. Ik had een vriendin en die ging bij een vriendin op bezoek die een boerenbedrijf hadden, landbouwers. En die stelde voor, kom eens even mee naar de stallen kijken, want er zijn kalfjes geboren. Ja, leuk. En ze kreeg de klompen van die vrouw, maar die waren zo'n beetje smoezelig. Dus, ja, ze doet die wel aan, maar eigenlijk voelt ze zich daar niet lekker in. Een paar dagen later merkt ze een verkleuring en een verkalking van de grote teennagel. Dus dat is een bezoedelingsconflict. Dit is nu letterlijk, hè, het was niet fris, niet proper, maar het kan ook in overdrachtelijke zin zijn dat bijvoorbeeld iemand op uw teen gaat staan. Mm-hmm. Ja, dan is het een aanvalsconflict. Dus het is echt... Ja. Persoonlijk afhankelijk. Nou ja, en ik kan me voorstellen, als hij er dan eenmaal zit... dan word je daar ook niet heel vrolijk van om naar te kijken. Dat is het symptomenconflict. Ja. Hè? Het symptoom zelf vormt vaak een nieuw conflict. Hamer noemt dat de symptomenschok. En elke keer als je dan naar die nagel kijkt, denk je... Ah, dat is vies. Onderhoud je het bezoedelingsconflict. Ja. Dus het is kwestie van daar helemaal vrede mee te krijgen. En die al onze oordelen van het is niet mooi, het is lelijk, dat we die achterwege laten. En wat is nou het verhaal waar jij echt het meeste van hebt gedacht van nou, dit is zo mooi opgelost weer?
met een van je cliënten. Ja, er was een dame die kwam met een stok binnen en die kon de trap niet meer op. Want die was 2 keer geopereerd aan haar, ik weet niet of het links of rechts, dat de moeder-kind zeide, haar knie, was op een vakantie afgescheurd. En als je het verhaal dan gaat horen, eigenlijk wou ze niet mee op die vakantie, want er was een reis van het werk van haar man. Maar ze werd geacht om mee te gaan. Hè? En om haar man plezier te doen, heeft ze dat gedaan. En er was een tocht, ik denk dat het naar Marokko was. En ze moest op een gegeven moment op een rotsblok opklimmen. En voor haar staat de gids die haar aanmoedigt, kom aan. En er staan nog mensen achter haar. Dus ze voelde zich ook wel gepusht. En ze voelde eigenlijk, ik moet dat niet doen, dat komt hier niet goed. Dat is onze intuïtie die dat zegt. Maar ze doen het toch onder druk van. Mm-hmm. En als, met dat ze op dat rotsblok stapt, voelt ze haar knie afscheuren. Haar been stond echt helemaal, haar onderbeen stond helemaal achterstevoor. Zo. Dus ze wordt terug overgebracht. Het was een Nederlandse dame naar Nederland. En dat zag er allemaal niet goed uit. En 2 operaties gehad. En de chirurg had gezegd, meer kunnen we niet voor u doen, want het kraakbeen is allemaal weg. Ja, en dat komt niet meer terug. Dus zo kwam ze bij mij aan met dat verhaal. Zo, ja. En we zijn dat allemaal gaan met EFT gaan ontladen. Wat dat ze allemaal gevoeld heeft van het begin van de reis, dat ze eigenlijk al niet mee wou. De moment dat ze op dat rotsblok stapt en de knie scheurt af, wat ze dan allemaal gevoeld heeft. Hoe dat ze zich onder druk heeft gezet gevoeld. We hebben maar 2 sessies moeten doen. En de 2e sessie kwam ze al zonder stok binnen. Wauw. Dus ze kan, als we de emotie eruit halen, is er veel meer heling mogelijk. En kraakbeen kan terug aangroeien. Ja, dus zo kun je lichaam dan ook weer rust gunnen natuurlijk. Als de stress eraf is. Maar niet alleen rust gunnen. In dit geval moesten de trauma's, wat dat daar allemaal aan vooraf gegaan was. Mm-hmm. En kijk, zo een gewricht dat zomaar afscheurt, daar zit al een eigenwaardeconflict op. Anders scheurt het niet zomaar. Klopt. Dus de blessures, de spieren die scheuren, dat zijn allemaal eigenwaardeconflicten. In de stressfase heb je een afbouw van weefsel. Dus spieren worden minder sterk, atrofiëren, bot ontkalkt, maar dat voel je niet. En dan kan er ineens zo een ongeluk gebeuren, maar er zat al een verzwakking. Ja. Er zat al een eigenwaardeconflict. En als we nog verder gingen doorzoeken, het was haar moeder-kind zijde. En bleek dat ze een dochter had die ze veel te veel macht gaf. Waar zij eigenlijk voor knielde. Oh. Zij zette zich onder haar dochter. Want er zat heel veel boosheid ook onder om dat. Hè. Haar dochter manipuleerde haar, maar ze gaf haar eigenlijk die positie. En dat was het. Dat was het initiële conflict van de verzwakking van dat gewricht. Moet je altijd naar de kant kijken? Ik kan me voorstellen met armen, benen, vingers heb je een kant. Maar als het nou een ander orgaan betreft of bijvoorbeeld die migraine waar we het over hadden. Stel dat dat, het heeft vaak wel een voorkeurskant. Maar als het nou het hele gebied betreft. Het is niet bij alle conflicten zo, maar ik ga het vandaag een beetje simpel houden. Laten we dat doen. Misschien kunnen we eens een hele werkdag rond de biologische wetten doen. Ja, dat vind ik een heel goed idee, ja. Met alle begrippen eruit, wat meer uitgediept ook. Ja, en ook natuurlijk voorbeelden. Je hebt ervaringsvoorbeelden, maar om nu die kalknagel, die kan bij iedereen dus weer anders tot uiting komen. Ja, wat heeft iemand meegemaakt? Ja. Het maar kan, thema is bezoedeling of aanval. Ja. Of een aanvalsconflict. Ja. Dus het is terughalen wat is er gebeurd. En ook heel goed begrijpen het symptoom zelf, als het dan in genezing gaat, dat een nieuw conflict kan vormen waardoor het blijft hangen. Ja, die is ook alweer inderdaad, zo kun je conflict op conflict krijgen eigenlijk, waardoor het eerste conflict zich ook niet goed kan oplossen. En zoals ik daar straks vertelde van die dame met haar chronische oogontsteking. Het initiële conflict was dat kind dat ze ziet vallen.
Maar dan gaat ze naar een dokter en die zegt, u moet daar goed mee oppassen, want je kunt blind worden. Ja. Als je dat niet goed verzorgt. Oh, ik kan me helemaal voorstellen dat... En zo zie je vervolgconflicten ontstaan, waar mensen dan in een negatieve spiraal geraken, waar ze niet meer uitkomen. Hè? Ja. Tenzij, dit kan je echt... Maar mensen moeten goed beseffen dat heling mogelijk is. Want die dokters, als die zeggen, die diagnose is gesteld, ja, maar een dokter heeft gezegd, en collectief geloven we dat allemaal nog, hè? Ja, maar als je dus in heling gaat en je hebt hele erge klachten, is een medicijn dan ooit wel een oplossing om het zeker wat draaglijker te maken? Ik zeg altijd, God heeft ons alles gegeven, ook de morfine. Als het te heftig is... de pijn zelf kan ook een onderhoudende factor zijn. Dus het is ook belangrijk om de pijn soms te dempen met medicatie. Ja. Maar natuurlijk is het dan wel belangrijk om te kijken daaronder, wat is nu eigenlijk het conflict? Ja. Om het echt aan de wortel te gaan oplossen. Anders ben je het de hele tijd aan het onderdrukken en dan kom je uiteindelijk er niet van af. Nee, onderdrukken is garantie dat blijft zitten. Of tijdelijk, en dan kom je het later weer ergens tegen. Ja. Het moet echt aan de basis opgelost worden. Straks had ik nog een cliënt die in paniek belde van... mijn darmen liggen weer helemaal overhoop. Ik heb zo'n krampen. Dus iemand die enorm bang is om ziek te worden. Hm. En wat is en om haar geliefde te verliezen. Enorm bang voor de dood. En haar vader is... deze week 2 dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. En ze heeft die ambulance zien vertrekken. Dat is het moment van de schok. En dat was de angst, ik ga mijn ouders verliezen. Ja. En ze heeft een heel stressvol verhaal. Ik ga mijn ouders verliezen, ik ga mijn houvasten verliezen. En ik ga in het verdriet geraken wat ik nooit uit geraak. Dat is eigenlijk haar verhaal. Dat is een heel stressvol verhaal natuurlijk. Hè? Terwijl het is een vrouw van 55, hè. Die kan rustig zonder haar ouders, hè? Ja. Maar iets in haar, dat is dat kindstuk in haar dat zo bang is, hè? Zo, wat interessant, zeg. Wat zeg jij dan tegen haar? Ik moest hier zijn. Oh. Bel de huisdokter. Het is nogal gebeurd en ze heeft de buskop aan in huis. Dus ze kan medicatie pakken. Nu, de moment dat haar man thuis kwam... ze heeft mij later nog even iets laten weten... zakte de klachten al, omdat ze zich niet meer alleen voelde. Ah, ja. Dat er hulp en steun was. Mooi zeg. Ja. EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en is een vorm van psychologische acupressuur die gericht is op het verminderen van emotionele stress. Het maakt gebruik van het kloppen op specifieke meridiaanpunten op het lichaam, terwijl je je concentreert op een specifiek emotioneel probleem. Ik denk dat het wel leuk is om ook een stukje in praktijk toe te passen, hier, nu. Ik heb namelijk, heb ik je al verteld, last van cilinderafwijking, astigmatisme, de officiële term. En, van de ogen, voor mensen die niet weten wat astigmatisme is. Ja, goeie, voor de ogen, voor mij. Ja. Nou ja, en dat heb je dan een keer laten testen, omdat je het merkt in de klas... En je gaf al aan, ik heb het bijvoorbeeld ook als ik op mijn telefoon heb gekeken en ik kijk vervolgens weer de verte in, dan merk ik gewoon dat mijn ogen waziger zien. En dat mijn partner heeft daar totaal geen last van. Die zit de hele dag achter een computerscherm en die kijkt weg en die ziet alles perfect scherp. Waarop jij zei, maar wat is jouw overtuiging of wat is jouw relatie met dat scherm? Waarop ik zei, nou, ik zou daar eigenlijk minder... op willen kijken dan ik daadwerkelijk doe. Nou ja, dan heb je al eigenlijk een uitleg... dat je eigenlijk al overtuigingen hebt van ik wil hier niet op kijken... maar goed, af en toe moet het of af en toe ontspant het me... zonder dat ik het eigenlijk heel graag wil dat het me ontspant. Maar ik ben wel benieuwd, waar komt nou de oorzaak... van dat ik dat over het algemeen... horizontaal zie ik het scherp, maar verticaal zie ik het niet scherp. Vind ik ook weer typisch... omdat een vriendin van mij ziet juist wel die verticale lijnen onscherp en de horizontale lijnen scherp. Kunnen we eens wat gaan ontleden? Zeker. Ik heb jou al gevraagd, weet je wanneer het begonnen is? Dat is altijd een hele belangrijke vraag. Vraag 1. Wanneer is het symptoom begonnen? Ja, ik
wat ik me kan herinneren rond mijn 16e. En dat was ook de tijd dat mijn ouders uit elkaar gingen. En mijn stabiele basis eigenlijk... Verdween. Ja. Ja. Wat voel jij nu je dit vertelt? Dat toen was dat een hele heftige periode voor mij. En op dit moment, als je het vertelt, gebeurt er iets in je lichaam? Sluit eens even je ogen. Ja, het blijft een gevoelig punt. Ik ben ook enigst kind. Ja. Dus ik heb dat ook wel alleen ervaren, denk ik. Er zijn natuurlijk enorm veel ouders die uit elkaar gaan. Ja, maar het gaat om jouw ervaring. Ja. Want dat is wat ons hoofd gaat doen. Dat gaat ons uit de pijn praten. Ja. Heeft allerlei redenen en maakt dat we niet in contact zijn met wat er hier onder die kin gebeurt. Mm-hmm. Dus ik ga jou vragen, gebeurt er iets fysiek? Een fysieke sensatie? En zeg maar eens hardop, mijn ouders zijn op mijn 16e gescheiden. Mijn ouders zijn op mijn 16e gescheiden. Ja, ik voel dat altijd wel. Dat raakt ja. Mij. Ik ga jou uitnodigen om mij gewoon mee te doen. We gaan wat EFT doen. Oké. Ja? Als het is goed... Het maakt niet uit links of rechts. Ik ben linkshand, dus ik tik met mijn linkerhand. Maar maakt niet uit. Blijf maar... Ja. Ook al mag ik het druk op je borst noemen? Ja, of meer dit gebied. Ook al keel. Ja. En is het een druk of is het eerder een kramp? Ongemak. Ongemak, even, ja. Je mag je ogen open houden nu. Oké. Ja, je onderbewuste weet wel waar het over gaat. Ook al voel ik dat ongemak in mijn borst en mijn keelgebied. Ga ik jou napraten? Als je wil. En als het niet klopt, mogen we mij verbeteren. Mm-hmm. Ook al voel ik het ongemak in mijn keel en mijn borstgebied. Het is oké om dat te voelen. Het is een gevoel dat er eigenlijk altijd wel aanwezig is, min of meer. Als het over dit onderwerp gaat. Ja. Ja. En dat zegt dat er nog emotionele lading op zit. Dit is nog niet helemaal verwerkt. En het is oké. En dat is oké. Om dat erkenning te geven. Ja. Mag je bovenop je hoofd doen? Dit ongemak. Begin van de wenkbrauw. Dit ongemak. Zijkant van het oog. Dit ongemak. Onder het oog. Dit ongemak. Dit ongemak. Onder de neus. Dit ongemak. Op de kin. Het is nog een gevoelig thema. Ja, onder het sleutelbeen. Dit gevoelig thema. En onder de arm ongeveer zo een hand onder de oksel. Dit gevoelige thema. Adem maar even diep in en uit en stop maar even met kloppen. En check nog eens even. Ga nog eens naar dat borstkeelgebied. Is daar iets veranderd? Ja, ik voel mijn hart nog wel kloppen. Misschien ook omdat het spannend is om dit... Ja, en we zitten hier voor een camera. Fabian heeft hem... Mooi op mijn gezicht ook. Het is zo spannend. Ja. Klop maar mee. Het is zo spannend. Ja, want ik ben hier iets heel gevoeligs aan het vertellen. En het is oké. Ik kan later nog beslissen. Of ik het eruit knip of niet. Ja. Met als doel de verstoringen in het energieevenwicht van het lichaam op te heffen... en de emotionele intensiteit te verminderen. Check nog eens even. Hoe is het in dat gebied? Nee, gaat goed. Beter? Ja. Ja, met EFT is het even ongemakkelijk, want we roepen de stressreactie terug op. Ja. Dat we ooit geparkeerd hebben, nooit... Ik zweet er ook helemaal van. Ja, dat is heel goed. Dat is allemaal parasympathicus. Ja. Ja, ik weet niet... je moet maar eens later laten weten of er ook iets aan je zicht veranderd is. We hebben nu een klein stukje gedaan. Als je in een opvolgingssessie zou zitten, dan zou ik ook wel verder gaan vragen van hoe is het dan verder gegaan? Mm-hmm. Waar ben je terechtgekomen? Hoe heb je je dan gevoeld? Ja. Dat we heel die film, ontleden. We gaan het helemaal ontleden, maar ook doorvoelen.
Je hebt gemerkt dat ik regelmatig vraag, en waar voel je dat in je lichaam? Ja. En hoe intens is het? Want daar kan het alleen maar opgelost worden. Ja, en die zweetreactie, is dat dan ook weer iets wat daarbij hoort? Ja, dus loslaten. Had ik sowieso in aanloop na dit gesprek. Alsof ik al iets... Had hem al voelen aankomen. Ja, nou ja, ik denk alles wel in de regie te kunnen houden. Maar die is natuurlijk ook alweer interessant. Want ja, als je met andere mensen bent, dan heb je die regie niet. Zeker niet als je GFT gaat doen, hè? Nee, maar mijn bedoeling was om je te laten ervaren... wat EFT kan doen en hoe we een trauma oplossen. Ja. En het moet doorvoeld worden. En wat dragen die tikken bij, zeg maar? Het tikken is... we zijn eigenlijk een energetisch systeem. Hè? Je hebt waarschijnlijk al van de meridianen gehoord. Acupunctuur gaat de naaldjes op bepaalde punten stoppen. Wat wij doen, is in plaats van naalden steken... een lichte activatie brengen in heel dat energetische systeem... door op die bepaalde puntjes te tikken. Waardoor emoties ook gaan loskomen. Ja. Dus daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek al naar. EFT heeft een heel groot kalmerend effect. Mm. Voor allerlei klachten? Ja. Je kunt het gaan gebruiken. Het wordt ook wel als zelfhelingstechniek... gepropageerd. En ik heb daar, maar ik heb er een kanttekening bij voor diepere trauma's, zoals deze dingen. Daar ga je alleen niet naartoe. Nee, want je kunt het dus ook bij jezelf toepassen als je bijvoorbeeld last hebt van je nek. Dat kan, ja. Maar goed, dan is het vaak iets wat het symptoom oppervlakkig is ontstaan. Je kan, zeg maar, de stress eraven, of als je bijvoorbeeld heel veel angst hebt rond het symptoom, dan kan je op die angst werken. Of frustratie dat je weer pijn hebt. Of dat dingen die lopen. Dus je kan zeker een dagdagelijkse emotionele hygiëne doen. Maar ik zeg altijd voor de diepere trauma's. Jouw onderbewuste heeft het gedissocieerd om de pijn niet te voelen. Ja. Maar dan komt het er fysiek uit. Meestal ga je daar alleen niet naartoe. En je was ook alleen toen. En het is belangrijk... om steun te hebben. Of iemand die je er dan liefdevol doorleidt. Ja, precies. Nou ja, en zodat je... Ik vind het ook fijn dat jij het vertelt. Want het is ook een soort ongemak om het zelf hardop te zeggen. Ja. En ik zeg altijd tegen mensen, als het moeilijk is om na te zeggen... dan luister je maar. Komt ook binnen. Hè? Ja. Ja, heel interessant zeg. Dus voor mij is de inzicht van Hamer heel belangrijk als inzicht. Mm-hmm. En om snel naar... de kern van het conflict en het thema te gaan. Maar hoe je het dan gaat oplossen, daar gebruik ik EFT voor. Ja. Ja, want sommige dingen zijn natuurlijk ook niet op te lossen. Bijvoorbeeld een verlies of een situatie. We kunnen het verleden niet veranderen. Nee. Maar je kan er wel naartoe werken dat het neutraal wordt. Ja. Dus dat, als je eraan denkt, dat er geen stressreactie meer komt. De lading er letterlijk af is. Ja. Waardoor het jou ook niet meer gaat belasten... en waardoor dat je beter kunt gaan zien. Ja. En wanneer... Want het begint nu donker te worden, maar ik hoop nu natuurlijk al verschil te zien of te merken. Wanneer gebeurt zoiets meteen? Of is dat kan. Soms na een sessie, dat mensen een bril hebben en hem opzetten en zeggen... oh, het past helemaal niet meer. Wauw. Maar soms is er meer werk nog nodig, hè? Ja. Want we hebben nu één stukje, maar het heeft grote impact gehad. Ja. Dus daar zou je ook naar kunnen gaan kijken. Welke impact heeft het op jou gehad? Ja. Van die plek te verliezen. Mooi. Dankjewel, Karin. Graag gedaan. Dankjewel dat je die kwetsbaarheid ook kon tonen. Ja. Ja, het is wel inderdaad, je geeft jezelf wel helemaal bloot. Ik kan me voorstellen dat mensen het graag in een kamertje doen waar niemand bij is. Ja. Maar... het heeft ook alweer iets om het zo te laten zien dat het dus eigenlijk overal voor kan werken. Ja, ja. Maakt niet uit wat je meegemaakt. Soms hebben mensen echt gruwelijke dingen meegemaakt. Mm-hmm. En die beelden, dat is dan posttraumatisch stresssyndroom. Die beelden komen altijd maar terug. En als die dingen terug blijven komen, is het omdat het wil opgelost worden.
Ja. En het zijn altijd zaken die nooit herkend geweest zijn. Dankjewel. En volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat, maar wellicht komt er nog een. We kunnen een workshop of zo organiseren. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik vond het heel interessant. Ja, dankjewel. Dank jullie wel voor het kijken en graag nog even extra credits voor deze mooie partijen. Want zij maken het mede mogelijk om deze afleveringen te realiseren.